Motivatie vinden we het ook heel belangrijk. Dat doen we meestal ook door gerichte vragen te stellen. Hè. Waarom is dat nu zo belangrijk, die voedselhygiëne? Hè? Ik zal misschien beginnen met de gemakkelijkste, het oogpunt van de wet. Ja, het is verplicht. EVABV controleert, legt bepaalde verplichtingen op. Dus het is inderdaad verplicht. Hè. Dat is ook meestal het eerste wat bij mijn cursisten ter sprake komt. Van, ja, dat moet gewoon. Hè. Maar er is nog heel veel meer. Hè. Er is heel veel meer dan alleen de verplichting. We hebben dat oogpunt veiligheid. Heel veel van mijn cursisten komen bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra of ziekenhuizen terecht. Stel zo'n yoghurtje dat over datum is en dat toch wordt geserveerd. Hè. Als wij dat inderdaad eten, dan gebeurt er misschien niks. Maar oudere mensen of mensen die al ziek zijn, dat is wel een probleem. Hè. Dus dat heeft echt met de veiligheid te maken. Werkzekerheid ook. Hè. Ik vraag hen, de cursisten bij Janssen Pharmaceutica bijvoorbeeld, vraag ik wel eens van stel dat je hier een paar keer iets komt kopen en elke keer word je daar ziek van of is dat slecht of bedorven. Hè? Ga je er dan nog terug iets kopen? Hè? Ja, nee, dan breng ik zelf wel iets mee. Ja, als daar geen mensen eten komen kopen, dan blijft dat daar niet zo goed draaien. Dan gaan ze ook niet zoveel personeel nodig hebben om al dat eten nog te maken. En dan komt misschien ook je eigen job in gevaar. Hè? Dat is heel vergaand natuurlijk. Er zijn ook nog altijd andere voorbeelden die je kan geven, maar het heeft ook zeker met je eigen werkzekerheid te maken. Rendabiliteit ook. Hè. Ik geef heel vaak het voorbeeldje van spaghetti-saus. Ik maak heel graag spaghetti-saus voor mijn cursisten. Als je gehakt hebt dat bedorven is en je zou daar niet aan ruiken en je mengt dat onder je saus, hè, dan moet je op den duur heel je spaghetti-saus vernietigen omdat die slecht is. Hè. Terwijl als je dat van tevoren zou gecontroleerd hebben, eraan geroken zou hebben, dan hadden we nog een vegetarische spaghetti saus gehad. Hè. Dus ook daar proberen we altijd heel gerichte vragen te stellen. En zo proberen we toch die vier luikjes eigenlijk duidelijk te maken. Omdat we op die manier kunnen aantonen dat het niet enkel wettelijk verplicht is. Hè. Er is zoveel meer dat meespeelt. Dingen te zoeken die aansluiten bij hun leefwereld, lukt dat meestal wel of komen mijn cursisten meestal toch wel tot inzicht van, ah ja, dat is toch wel een belangrijke om rekening mee te houden.